Suriname heeft een vrij moeilijke toegankelijke situatie als het gaat om de geestelijke gezondheid. VHP-parlementariër Cheryl Dijkstil zei dit afgelopen dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. En pleitte meteen voor de integratie van de geestelijke gezondheid in de eerste lijnzorg van de regionale gezondheidsdienst en de medische zending. Ook ziet Dijkstil graag dat er voor de eerste lijn huisartsen een extra beloning komt voor de verrichte inspanningen. We weten dat huisartsen een soort abonnement ontvangen en dat dat het is, maar men verwacht meer inspanning van de huisartsen. Als we die eerste lijn willen versterken, dan moeten we dat ook vergoeden. Dus ik pleit voor een incentive voor wat betreft verrichtingen in de eerste lijn, zodat die huisarts gemotiveerd is en dat zal de preventie verhogen. En dat brengt weg die scheve verhouding die we al 30, 40 jaar kennen tussen de eerste lijn en de tweede lijn. De mensen, de professionals die daar hun diensten geven. Haar collega Mohammed Mohab Ali ondersteunt de oproep voor een extra beloning voor de artsen in de eerste lijnzorg en voegt eraan toe dat deze artsen een poortwachterfunctie hebben. Evert Karto van de PL-fractie maakt zich zorgen over het wegtrekken van veel kader uit de zorgsector. Hoe meer verrichtingen zij kunnen doen in de eerste lijn betekent een enorme besparing voor de kosten die gemaakt gaan worden als zij verwezen worden, de patiënten naar de tweede lijn en de ziekenhuis en specialisten. Maar ik wil verder meer aandacht vragen op preventie en voorlichten voor de gezonde leefstijl. Maar ook goede voeding en meer bewegen. En speciale middelen vrijmaken voor programma's voor stoppen met roken en meer bewegen. Maar ook voor de suïcidepreventie. Dit allemaal kan leiden dat wij op korte termijn, maar ook op lange termijn, veel meer geld kunnen besparen. Maar ook veel meer kunnen winnen van productieve jaren van mensen. Van hieruit vraag ik via u, voorzitter, dat er meer wordt geïnvesteerd in de gezondheidszorgsector en dat de garantie qua medicatie gegarandeerd blijft. Ondanks velen een SZF-kaart hebben, moet er toch voor medicatie betaald worden. Graag via u, voorzitter, de minister vragen om de klapper voor medicatie aan te passen, zodat de SZF, BZV en basishouders verzekerd zijn van deze medicatie.